Goedendag, dames en heren, en welkom terug. Welkom terug bij ARK Survival Evolved. Hell yeah! Oké, wij zijn begonnen. Wij zijn gisteren begonnen aan onze spawnbase. En ja, ik heb vanmorgen gecheckt of die schitterend mooie tapetjara hier nog rondvloog. Helaas niet. Oh, damn it, daar baal ik wel van. Ik had toch wel een beetje gehoopt dat ze zich enigszins zou redden, maar ik kan haar niet meer vinden. Helaas. Ik heb een tweede S+ crafting dingje neergezet. Puur en alleen maar een beetje inventory management. Wat is dit? Wood ceiling. Nee, die moeten we niet hebben. Hier moeten we wel wat van hebben. Oh, wauw. Laggy. Wauw, dat was zelfs gewoon server lag. Dat kregen we niet vaak. Vooral hier op Nitrado server. Het is echt helemaal top. Als het goed is, zit hier nog ergens een paar sloopt ceilings in. Dat hebben wij. Ik wil even een klein stukje samen met jullie doen. Veel van de building. Oh, die zijn wij ook nodig. Daar zijn we nog een paar extra van nodig zelfs. Laat ik er nog eens 10 van bij maken. Gelukkig heb ik hier nog wat farming. Wat mats in gefarmd. En ik ben al helemaal blij met onze nieuwe base location, dames en heren. Dit is echt waar top. Dit is gewoon gaaf. Het is gaaf om er weer aan te werken. Het is gaaf om weer te bouwen. Oh, het is dit leuk om te doen. Zoals jullie zien, ik heb nou de pillars eerst geplaatst. Wat jullie hebben gisteren natuurlijk gezien. Dat als je de pillars niet eerst plaatst, het niet mee wil werken. Gewoon niet. Het is gewoon finito. Het wil niet werken zoals dat het zou moeten werken. Of het wil niet werken zoals dat ik graag zou hebben dat het zou werken. Ah, scrollen de hele tijd. Wat meer foundations. Maar het lijkt mij wel gaaf om hier een vrij grote weg naar boven toe te maken. Gewoon een goed pad, bam, naar boven toe. En ik hoop dat wij dat enigszins wat kunnen doen zo. Laten we eens beginnen met hier een paar muurtjes. En natuurlijk houden we dit eerst nog redelijk in de... Oh, verkeerde button. Natuurlijk houden we dit eerst nog redelijk in de bouwstijl van de rest van het gebouw. Dat het allemaal een beetje bij elkaar past. En dan doen we hier stone ceilings. Boom, boom. En hier sloopt ceilings. Ik hoop dat dit... no snap point. Ook echt. Soms. Ik gebruik liever ceilings als ramps. Sloopt ceilings als ramps. Maar goed, als we ramps moeten gebruiken, dan kan dat natuurlijk. En de ramp die steekt altijd een beetje over. Dat is een beetje jammer, want die wil ik daar niet plaatsen. We hebben nog wel wat ramps gelukkig. Dus laten we gauw even kijken naar wat ramps. Ramps. Oké, go. Even kijken of wij ook daadwerkelijk dit kunnen snappen. Nee, dat wil niet. Daar wel. Oh, damn it. Dus even kijken hoe het eruit ziet met ramps. Of je daar ook echt een groot verschil ziet. Niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Oké, dan gaan we dat dus gewoon wel doen met ramps in plaats van sloped roofs. Ik heb altijd liever sloped roofs, want die steken overal wat minder uit. Maar goed, dit ziet er natuurlijk al wel epic uit. Epic. Kan ik daarbij? Kan ik hem vanaf hier zo omhoog bouwen? Nee, zijn we weer muren nodig. Oh, te snel. Oh, wil wel gewoon niet. Nee, doen we gewoon deze even. En dan kunnen we... Oh, ik heb ook niet genoeg ruimte. Dus maakt niet zo heel veel uit. Laten we gewoon nog een paar ramps erbij bouwen. 3 of zo. Ramp. Wood. Ramp. Nou, bouwen we nog maar lading bij. Aan de andere kant zijn we ze ook nodig. Dat maakt niet zo heel veel uit. Dus zijn we wel een stuk of 12 nodig. 13. Ook goed. Helaas heeft de crafting speed... Heb ik het gevoel dat de crafting speed in deze S+ crafting bench toch echt traag is. Het zal aan mij liggen. Misschien is dat nu wel omdat ik toch echt wel vrij lang op sta te wachten. Moeten we met deze ook weer bovenaan beginnen natuurlijk. Boom. Dan moet die pillar die moet wel omhoog. Moet helemaal omhoog. Vooral ook omdat we die pillars ook hebben staan. En denk er dus aan, hè. Die pillars. Plaats die pillars nou gewoon als eerste. Geen idee waarom, maar als je S+ gebruikt, plaats die pillars als eerste, dames en heren. Want anders wil het gewoon niet.
Dit moet hier weer weg. Dan moeten we even kijken. 1, 2, 3, 4. En dan ook 4 van de andere kant op. Dan gaan we stone. Ja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nou, schiet op in die rems bouwen. Dan krijgen we die schuine dingen nog heel even. En dan denk ik wel dat dat er gewoon heel en heel erg vet uit gaat zien, dames en heren. Dit lijkt me echt wel heel erg gaaf. We kunnen in de tijd dat dat bouwt nog even de muren bouwen waar of dat nog wel volle muren moeten komen. Dat we aan deze kant eerst afmaken. Dat bouwt wat makkelijker, denk ik. En dan gaan we naar deze kant. En misschien ga ik hier overal nog wat ceilings of foundations plaatsen. Maar dat heb ik nu eerst bewust nog niet gedaan. En dan plaatsen deze muren altijd de goede kant op. Als je eerst alleen de binnenste foundations plaatst. Als je hier zeg maar een foundation wil plaatsen, dan kan die op twee manieren plaatsen. En dan weet je nooit goed welke kant die op gaat. En het is arg. Het is arg. Het werkt nooit zoals dat het hoort. En dan snapt hij weer de andere kant. Vervelend. Bouwen in arg is al vervelend genoeg. Dus maak het jezelf niet onnodig moeilijk. Hier moet ik altijd gewoon even proberen welke nou waar hoort. Oh, die hoort niet hier. Dan hoort deze hier. Hij wil hier niet aan snappen. Hij wil hier niet aan snappen. Oh, meen je niet. Hier wel op zeker. Nee. Ja. Daar was die even. Daar was die. Heel even. Nee. Kom op, ding. Soms. Kijk. Die moeten wij hebben, dames en heren. Bam. Die de wandel. Het hangt vaak heel erg af van waar je staat. Waarom is deze nou... Waarom komt deze nou zo weer veel lager? Is daar een dubbele snappoint misschien? Nee, dat is echt wel maar één snappoint. Oh my gosh, building in arc. Dan moet hier deze. Zo. Zo. Ja, daar was die. Zo. Oh, hell yeah. Dat ziet er goed uit, dames en heren. En dit gaan we natuurlijk aan de andere kant ook maken. En ik wil juist bewust wat hout gebruiken. Om, ID. Ik wil wat hout gebruiken om wat af te wisselen. Als je wat afwisselt van materialen, dan lijkt het wat minder eentonig. Lijkt het wat minder saai. Want misschien kunnen we hier deze dingen ook wel zo plaatsen. En dat is natuurlijk nog veel vetter. Ja, dat is nog heel erg veel vetter, dames en heren. En eigenlijk zouden we hier dan de muur ook door moeten trekken. Dat vind ik vaak niet zo heel mooi. Die komt dan ook wat hoger. Dus misschien kunnen we daar dan wel wat vensters plaatsen. Oh mijn god, maar dit is wel heel, heel erg vet. Ja, dat houden we erin. Beetje verhoging erop. Oh wauw, en dan gaat hij ook heel mooi van pillen naar pillen. Oeh ja, 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 dat werkt goed. Wat wil ik nog zeggen? Oh. Die hebben we hierin. Stone railing. Ik noem het fences. Ze noemen het railing. Nou ja, boekers. Maakt niet zoveel uit hoe of dat er genoemd wordt. Maar hier kunnen we natuurlijk altijd de stone railing op plaatsen. En als we eentje te laag vinden, kunnen we een tweede doen. En dat lijkt wel uber gaaf. Hoe lijkt dat vanaf de buitenkant? Oh yeah. Dat is gaaf. Dat is heel erg gaaf. Ja, dames en heren, zodoende zijn wij gewoon hier nog een beetje aan het bouwen, een beetje durpen. Ik weet niet hoeveel of ik van het bouwen daadwerkelijk wil gaan laten zien. Ik ga kijken, ik ga mijn best doen voor jullie. Ik ga dit in ieder geval allebei even helemaal afmaken. Nu ik daar samen met jullie het ontwerp wat heb gemaakt, ik vind dit een hele belangrijke feature. En ik ben best wel lang bezig geweest met dit ontwerp, hoeveel dat ik het wil hebben. En we hebben het alweer aangepast terwijl we met jullie bezig zijn. Dus dat is het bouwen in Arc. Gewoon proberen. Gewoon testen. Bouwen, slopen. Net zoals in elke andere game waarin je kunt bouwen. Maar dit is wel super, super gaaf resultaat. Ik ga hier nog even mee verder. En als ik weer wat leuks heb om jullie te laten zien, dan breng ik jullie weer terug.
En daar zijn we nog even weer, dames en heren. Ik heb jullie een speedy update laten zien van deze uitbouw hier aan de zijkant. Ik vond dit wel een hele saaie lange rechte muur, vooral omdat we die trap daar toegevoegd hadden. Werd dit wel heel saai. Dus ik heb hier die uitbouw gemaakt. Eigenlijk vind ik hem wel zo gaaf dat ik eraan zit te denken om hem meer plekken te maken. Misschien zelfs twee uitbouwen aan deze kant om deze kant wat mooier te maken. Jullie hebben het gezien. Het duurt in een speedy update 4 minuten, zoiets ongeveer. Dat is rond de 12 minuten, real-time. Dat is nadat je alle materialen al hebt gemaakt. En die ceiling zit niet goed. Die ceiling gaan wij nog weer moeten verwijderen. Maar oh mijn god, wat is het lastig om die snap locations te vinden. Echt heel erg vervelend. Laten we even wat planten verwijderen. Het ziet er iets netter uit. Ik vind het wel heel mooi, die bamboe-achtige planten. Dat vind ik wat varentjes en zo. Dat mag van mij wel blijven. Maar die bamboe, dit bamboespul, dat moet gewoon weg natuurlijk. Pakken we gewoon straks de beer wel voor, halen we dat weg. Ik wil jullie even een updateje geven. Kijk. Een mooi afdakje vooraf dat je binnenkomt. Deze kant hebben we verder niet zo heel erg veel aan gedaan. Jullie kregen hier net natuurlijk al even een sneak peek. Deze kant wordt de mooie kant. En hier, oh yeah, dat is een afdak, dames en heren. Dat is pas een afdak. Hier kunnen we naar boven op ons mooi ontworpen ramps. Hoe gaaf is dit geworden? En dan hebben we hier boven, ik heb aan deze kant stone fence foundations erin gezet. En eigenlijk, ik vind het vet. Ik vind dat er gewoon heel vet uitzien. Veel mooier is de muur in ieder geval, dat sowieso. En ja, het heeft wat. Het heeft wat, dames en heren. En dan hier. Dit muurtje. Hier. Ik moet hier een stone van deze fence van deze plaatsen, zodat ik die kan snappen aan die pilaar vast. Recht. Dan kan ik er nog één naast maken. Kunnen we die muur bouwen? Kunnen we die daken erop leggen? Dat kan tot hier. Volgens mij tot aan deze. Tot aan deze. Deze kunnen we niet meer plaatsen. Dus moeten we hier stone fence foundations en dan ook helemaal naar daar. Daar moeten muren op, daar moeten schuine daken op, zodat we dit kunnen plaatsen. Vervolgens kunnen we dat weer helemaal weghalen. Jullie hebben het wel gezien hier in dit kleine stukje speedy up wat wij hier gedaan hebben. Is, die zit wel goed gesnapt. Deze die zit lager. Weird. Ik denk dat die muur toch, ondanks dat we zo ons best hebben gedaan om die op een goede hoogte te snappen, dat die toch nog weer een beetje lager is geworden. Zo, nou zijn ze in ieder geval weer gelijk. Er komen nog stone fence foundations op en die ga ik snappen op de muur, dus dat zou dat allemaal weer goed moeten maken. Dan hebben we hier dus het dakje. Deze heb ik bewust eentje lager gemaakt, want dan kunnen wij daar nog overheen lopen. Ongeacht of wat wij hier aan deze kant mee gaan doen, ik ben van plan om hier met hout een huisje op te gaan bouwen. Hier toch nog weer een huisje bovenop. Een beetje gaaf. En hier, oh, ik weet het nog niet zo goed. Ik wil hier wel graag iets doen met een afdakje. Maar dat gaat echt heel lastig worden. Dit wordt onze flyer parkeerplek. Oh, hier moeten nog fence foundations in. Dit wordt onze flyer parkeerplek, dames en heren. Ik vind het wel super gaaf om dat, natuurlijk mijn flyers hier te parkeren. Ik had het liever aan deze kant gehad. Deze kant was beter geweest. Veel beter. Alleen, dat wordt lelijk. Ja, dus het is eigenlijk mijn hele motivatie. En dan kunnen we hier zo weer naar beneden aan deze kant via de ramps. Dit is heel even de update die ik nou voor jullie heb, dames en heren. Ik ben zo weer terug. En daar zijn we weer. Dames en heren. Wij hebben hier een kleine onderbreking. Een kleine onderbreking van al dat bouwen. Oh, wat is dat frustrerend. Hoe ver zijn we met het bouwen? Daar doe ik jullie straks wel even een kleine update van. Maar eerst, hier, iets super belangrijks. S+ update. S+ is gewoon verschrikkelijk gaaf. Wat voor nieuwe dingen hebben ze nu? Die guns hebben we nog gezien. Kijk dit, check dit. S+ large wood wall. A wall that is as tall as 4 normal walls. Oh mijn god. Dus dat is één muur plaats en dat is meteen 4 hoog. Had ik dat maar gehad voordat ik dat gebouw 2 keer heb moeten bouwen. Sterker nog, hij is er ook 12 hoog. En die van 4 hoogte zijn even hoog als gewone cages. Die van 12 hoogte zijn even groot als de behemoth cages. En Rex, echt, serieus, ga weer vastzitten in die pilaar, man. Die Rex komt er niet aangereend, jongen, even wat. Ja, Bart, die floot hem.
Ja, hij staat weer vast en dat vind ik zo irritant om te zien achter iemand. Ja joh, maar de ding is aan de droegas. Die Rex is aan de droegas, dames en heren. Hij zit gewoon constant vast in deze pilaar. Bart heeft hier een gigantische tuin. Hij kan zich er helemaal in uitleven. Hij besluit toch steeds om vast te gaan zitten in deze pilaar. Maar, daar waren we niet voor. Wat waren we aan het doen? Oh ja, Engrams. Er is nog één ding wat helemaal nieuw is. En Bart is net naar Main Base geweest. Die heeft bier gehaald. Waarom bier? Gaan we je Kelly temmen? Of? Wat is dit? Bier. Ja, zuipen. Wauw! Bart, wauw. Gek. Oh mijn god, wat is dit mooi, hè? Hij ziet echt super uit. Super gaaf. Wij dachten eerst, sterker nog, wij hoopten eerst dat dit een nieuwe armor zou zijn. Want wat ziet dat er gaaf uit. Het is bijna zo'n Shaolin Warrior. Het doet mij wat denken aan Dragon Age armor. Dragon Age, hebben jullie gespeeld, jongens? Het ziet er wel fucking lijp uit. Volgens mij is het Deathworm armor. Want die helmet, als je Scorch Earth kijkt, dan dat denk ik dan. Die lijkt echt fucking veel op als je zo'n Alpha killt of zo. Oké, wij gaan dan Alpha's killen op Scorched Earth. Hoe? Geen idee. Gaan we doen. Ik wil deze armor. Fucking gaaf. Super gaaf. En ja, gaaf. Maar wat is dit ding? Wat gaat dit ding doen? Bart? Zou je willen bier maken? Willen fuelen? Oké. Ik weet niet wat hij gaat lopen of dat hij gewoon stil staat. Ik heb geen idee. Ik heb gewoon geen... Activate. Hij staat aan. Hij staat aan. Wat doet hij? Nog niks. Hij drinkt ons motherfucking bier op. Ja, hij wil ook bier. Wauw, gekke language. En dan smack ik je. Wow. Kijk dat één keer even. Oh, wauw. Oké, dames en heren. Ik zal het heel even uitleggen. Wat jullie natuurlijk nog niet weten. Dat ding heet de Cardener. En de Cardener, dat is super, super vet. Wij denken die pleuren we meteen hier neer. Bart wil ook wel eentje voor mij maken. We hebben nog geen krapplots. Het schiet niet erg op met ons gebouw. Maar Bart hier wel, die heeft die krapplots liggen. En hoe zo'n krapplot werkt, als je... Dit is ook allemaal S+, overigens. Denk er wel aan, dames en heren. Dit is allemaal S+, niet vanilla. Maar kropplots, daar kun je fertilizer in gooien. En er komen niet meer dan 300 berries per kropplot die erin komen. Daarna stopt de kropplot met produceren. Deze gardener, die trekt al die kropplots leeg en die heeft 300 inventory slots. Daarnaast, oh mijn god, als je dit naast je poort neerzet, gewoon puur naast je poort neerzet, aesthetic, zo het waard. Zo verschrikkelijk het waard om te doen. Wat super, super vet ding, Bart. Wat gaaf. Hoe duur was die? 100 metal, 100 semantic pace of zo. En nog wat andere dingetjes, zeg maar. Maar high toe voor mij en nog wat. Is dat alles? En, ja, op zich wel goedkoop. Wauw. Oh, nou we hier toch lopen. Bart die is druk bezig geweest de afgelopen dagen met het breeden van kwetsels. Gekke, die heeft er vanmiddag eentje gekregen en die is vergeten hem te voeren, volgens mij. Oh, nee, oké. Ja, hij heeft alweer wat vreten. Hij heeft alweer wat vreten gehad. Dit is overigens een jonge kwetsel. Dat is de jonkie vanuit Air Force One en B-52. Ja, B-52. Onze kwetsbase ding. En deze heeft eigenlijk wel hele mooie statistieken. Dit is nog niet de meest indrukwekkende. Bart, waar is het cadeautje voor Sander? Binnen, dames. Allemaal veilig gesteld, binnen. Alles veilig. Kijk, joh, Bart die weet hoe de defenses werken. Turrets. Voor mij. Super gaaf. Voor jou. Met die mooie oranje vleugels. Ja, dat is die van Sander. En die daarnaast is de. Die is ook van Jan Kwetsels. Ja, deze moet wel, want die heeft die zwarte vleugels. Voor mij is die van mijn man dan. Jouw man en mijn vrouw. Ja. Deze allebei, denk ik dan. Anders kan hij die zwarte vleugels hebben. En dan zijn deze allebei met jouw vrouw. Ja, of met één vrouw of dat die man. Dat is met deze vrouw en die man. Ja. Ja. Maar deze, dames en heren, 225 was het, hè? Ja. Dus het is allemaal nog niet geleveld. Allemaal ongelevelde kwetsels. Bart heeft ongelooflijk hard zijn best gedaan om enigszins die imprinting zo hoog mogelijk te krijgen. En dat is gelukt. Kijk eens even wat een statistieken, dames en heren. 10.000 HP, 3.300 stamina, 1.586 weight. Off the bat, dames en heren. Dit zijn gewoon de statistics niet geleveld. 293%
melee damage en 149,5 movement speed. Oh mijn god, wat een kwets, wat een monster, wat een beest. Zeg deze gekke. Kijk, ik heb deze hiernaast, deze heeft een beest, dat zo hè. En die imprinting, 71%, 71%. Nog hoger. Ja, dat klopt helemaal. We hebben hier nog een 228 leveltjes. We hebben bij een paar helaas niet, hadden we niet alle kibbel. We moesten Dimetrodon kibbel hebben, dat hadden we helaas niet. Inmiddels, nee, hebben we dat nog steeds niet. Moeten we nog steeds doen. Ja. Maar goed, deze heeft dus HP ongeveer gelijk. Stamina is iets minder, weight is iets minder. Maar check die melee damage en die movement speed. 300. Dit is een beest van een kwetsel. Bart gaat nog verder kweken met die kwetsels. Hij verdiept zich daar helemaal in. Wij profiteren er alleen maar van. Bart die heeft deze kwetsel, deze super gave kwetsel, die gaat naar Sander toe. Die komt dus bij ons in de base te staan. Jullie weten het, Sander die woont bij mij in de base. Verder niemand, er mag ook niemand wonen. Maar goed, hey. Deze gaat dus bij ons op de base komen te staan. Ik kom gewoon heel stiekem langs, hoor. Je hebt toch geluk dat je met het mag zitten. Maar, maar dus ook super gave kwetsels, dames en heren. En een gardener. Dus, oh wow. Als jullie S Plus op de server hebben staan of je speelt hier op de server, bouw die gardener. Dat ding is ideaal. Het enige wat wij nog zullen moeten gaan testen is hoe lang het duurt voordat die rommel vergaat. 1 uur en 9 minuten. In mijn inventory duurt het 9 minuten. Wauw, dat staat bijna gelijk aan de koelkast. Oh, maar je kunt het er niet meer in teruggooien. Oh, dat is minder. Maar dat... 1 dag. Eén dag, wauw. Je hoeft dus qua, oh wauw, met 300 slots, je bent geen koelkast meer nodig om je berries of je veggies in te slaan. Ik wil wel wat moeten doen. Bierbrouwen, zeg ik. Bierbrouwen, zeg ik. Ja, gaan we doen, gaan we doen. Ik woon in de swamp, ik ga een speciale brew van bier maken, jongens. Speciaal voor jullie ga ik een speciale bier brouwen. Absoluut, dat gaan we doen. Misschien idee om een ding bij mijn main base te zetten. Ja, we doen bij Mainbase ook wel, maar ik ga speciaal bier brouwen. Ik ga speciaal, oh ik heb Backspace aan, gekke. Air Force gekke, ja die past er helemaal bij, want dat is natuurlijk de dochter van Air Force One. Dames en heren, wij gaan even terugvliegen naar de base, even kijken hoe of dat de bouwprogress is gemaakt of niet is gemaakt. En dan zijn we zo weer terug jongen bij jullie. En daar zijn we weer, we zijn weer back in base. Is er nou een mega progress report te doen? Nee, ik ben geen steek verder. En wat heb ik een bouwen gedaan, dames en heren. Maar ik ben echt waar helemaal niks verder. Ik heb hier wat dingen geëxperimenteerd met misschien hier een brug overheen. Ik heb wat geëxperimenteerd met wat daken eroverheen. Ik ben er nog niet over uit. Hier, dit wordt nog een hele pil. Hier kan ik geen pilaren bouwen. Ook deze muren, die moeten we natuurlijk snappen op de buitenste muren. Hier hebben wij geen muren. Dus om deze muren te bouwen, moet ik eerst ceilings maken. Om daar die muren naar te kunnen snappen, om het naar beneden te kunnen brengen. Oh my damn, dames en heren. Dat kost heel veel tijd. Ook zou ik heel graag hier nog een schuine muur hebben in plaats van dit hoek. Ik denk zo'n hoekje lijkt misschien wel weer gaaf. Kun je misschien een bench inzetten en zulke soort dingen. Maar dit is er wat te klein voor. Dus ik denk dat schuin dan wel weer veel gaver lijkt. We moeten hier nog allemaal stone fans van de stone railings maken. Verder rondom. Aan deze kant denk ik ook dat de stone railings wordt. Dit wordt dan wel eigenlijk bij je. Hier komt wel een dak overheen. Dus het wordt wel weer bij binnen aangetrokken. En toch ook nog wel weer die openheid. Dat vind ik altijd wel heel vet. Een soort terrasachtig idee. Wat we hierin gezet? Ik heb nog geen idee. Ik heb echt maar geen idee. Want we hebben hier beneden natuurlijk genoeg ruimte voor alle machines. Op helaas de Industrial Forge na. Want we hebben 1, 2, 3, 4 hoedje. Nee. 4 muren hoog. 4 muren hoog. Wat is zo'n Industrial Forge? Volgens mij 5,5. Dus dat moeten we nog heel even uitvolgen. Want we kunnen natuurlijk niet verder naar beneden. Dan zouden we weer verder omhoog moeten. Dus ik denk dat de Industrial Forge ook enigszins in dit gebouw gaat komen. Helaas. Kunnen we niks aan doen. Misschien doen we het wel aan die kant dat we daar gewoon een stukje nog wat omhoog brengen. En dan op die manier de Industrial Forge gaan overzien. Ik weet het nog niet helemaal. We hebben een S+, daar kunnen we mee experimenteren. En we hebben een mobiele basis. Dus we hoeven deze basis ook niet super, super snel af te maken. Ik ga proberen om daar bovenop dat huisje nog af te maken. Helaas gaat dat deze aflevering niet meer lukken. Ik heb er gewoon simpelweg geen tijd meer voor. Maar omdat we deze basis hier op onze kwetsel nog hebben, functioneert het allemaal nog. We kunnen vlees bakken als we dat nodig zijn. We kunnen
spullen maken als we dat nodig zijn. Het maakt niet zo heel veel uit. 39. Waarom 39? Ik wou 40. Oh, dat is de fireplace. Campfire. 40. Dus we kunnen doen wat we nodig zijn, dames en heren. En ik denk de volgende aflevering niet helemaal zo sterk meer een bouwepisode gaat worden. Tenminste, daar ga ik mijn best voor doen. Daar ga ik mijn best voor doen, dames en heren. Voor nu is dit gewoon alles wat we kunnen doen. De dag zit erop. De tijd is voorbij. Meer kunnen we niet doen. Ik wil jullie natuurlijk weer hartelijk bedanken voor het kijken naar deze aflevering. In tijd probeer ik nog gauw terug te rennen naar de basis hier. Om enigszins een wat gavere afsluiting te kunnen doen. Nee, we doen niet weer daar beneden. We doen nog eens een keer boven. Een afsluiting boven. Zo. Hier. Ja. Wat een uitzicht. Dames en heren. Ik wil jullie natuurlijk van harte bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik heb er enorm veel van genoten. Nog steeds. De bouw in de ark is moeilijk. Maar het eindresultaat is super vet, dames en heren. Dit wordt heel gaaf. En jullie hoorden het. Een brouwerij. Ik denk dat we de volgende aflevering daar eens een keertje een kijkje voor gaan nemen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En als je het leuk hebt gevonden, geef me dat duimpje omhoog. Als je die speedy up bits leuk vindt, doe me dat duimpje omhoog. Vorige keer hebben jullie er goed op gereageerd. Wil je op de hoogte blijven van wat wij hier allemaal gaan doen? Abonneer dan even op mijn kanaal. En zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer. Appetje ho!